Zo, goedemorgen mensen. Wederom een lekker weertje. Iets te warm om te lopen eigenlijk. Maar toch. Nou, je ziet het, ik zweet nog steeds. Ik kom er net in. En de auto, die eigenlijk ook warm is. Dus eigenlijk best wel warm nou weer voor het eerst op de zondagmorgen. Om te gaan lopen. Dat verschil merk je wel. Dat het warmer is. Dat merk je ook in het rondje. Tenminste, ik heb het wel gemerkt in het rondje. Het feit dat je zeg maar wat moeite hebt vanwege de warmte, ademhaling even reguleren. Dat soort zaken allemaal. Maakt het rondje toch wel even lastig. Maar goed. We hebben er meer gehad. Zondagmorgen. Voor sommigen die, hoop ik, met regelmaat kijken, heb ik altijd mijn zondagmorgenpraatje op de weg terug naar huis. Probeer ik even dingen aan te halen. Gisteravond wederom wat visite gehad bij ons thuis. En alles weer berengezellig. Dat is ook leuk. Wat jeugd van mijn zoon, vrienden van mijn zoon, die dan komen. Die dan eventjes lekker gewoon een potje slapouwe kaarten. Nou, dingen die ze eigenlijk al heel lang hebben gemist. Toch wel even kunnen doen. Dat is gewoon gezellig. Dat is gewoon leuk. Biertje erbij. Kaartspelletje erbij. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Dat is gewoon leuk voor de jeugd. We hebben wat gemist. Kijk, ik heb met mijn werk heb ik gewoon door kunnen werken. Het scheelt ook een hele stuk als je gewoon door kan werken of je zit met werk thuis doordat je dingen thuis moet gaan doen van de baas. Dan is dat toch weer heel anders dan wanneer je toch gewoon kan blijven werken. Ding kan blijven doen, misschien wel in iets mindere mate, omdat kantoren dicht zijn of in mijn geval dat ook, ik heb ook scholen zijn dan zogezegd dicht. Echte leraren gewoon naar school en die moeten ook gewoon hun handen kunnen drogen en naar de wc kunnen gaan om hun behoefte te doen. Dat is het werk van mij, ik verzorg daarin de attributen. Wc-papier, handdoekjes, fotootjes, schoonloopmatten, noem maar op. Dat is mijn werk als service medewerker. Dus ik kom eigenlijk overal. Ik zie de dingen waar ook leraren soms mee struggelen. Met wel niet kinderen in de klas hebben. De ene die is echt een voorstander van dat moet allemaal gereguleerd worden. Andere leraren zijn er wat nuchterder in. Die zeggen van jongens, weet je, waar zijn we mee bezig? Niet dat ze dan het helemaal aan de kant schuiven dat er geen corona is bijvoorbeeld of iets ergens. Maar die gewoon het in sommige gevallen wat te overdreven vinden. Ik heb daar ook een beetje een mening in. Die voor sommigen nogal wat irritatie op van dit en je kan er ziek van worden. Natuurlijk, je kan van meer dingen ziek worden. Ik denk nogmaals, het is niet zo dat ik het ontken dat het niet is. Maar voor mijn gevoel is er nog wel degelijk een onderscheid. Als je bijvoorbeeld van vroeger uit weet hoe dat een griep aanvoelt. En je hebt met griep heb je ook dat je smaakverlies hebt. Bij sommige griepgevallen zelfs ook reukverlies. Echter, het verschil wat ik zie, wat ik hoor, wat ik lees tussen de griep en corona is dat de corona wat harder op je longen aanpakt met die bestanden dat je conditioneel goed achteruit gaat, dat je dan na een aantal weken, maanden en misschien zelfs wel een jaar moeite hebt om je werkzaamheden op te pakken of om te gaan sporten of weet ik het wat. En een griep, zoals we die allemaal eigenlijk wel een beetje kennen,
is het vaak van, je bent van slag, je hebt temperatuurswisselingen, je bent een goede week, misschien anderhalf week ben je goed van slag, qua temperatuur, qua smaak, qua alles. Maar op het moment dat jij weer opgeknapt bent, na een goede week, zeg maar, en je bent weer opgeknapt, je kan weer gaan werken, je kan weer gaan sporten, je kan weer gewoon sporten, heb je in mijn optiek geen corona gehad. Dan heb je gewoon een griep gehad. Maar ja, daar gaan mensen gaan testen, worden dan getest met zo'n PCR-test, die ook niet helemaal betrouwbaar is. Ik vind het een beetje, ik vind het er het mijne van. Sorry dat ik misschien zeg voor sommige mensen die geliefden zijn verloren. Wij hebben het gelukkig in onze familie, in mijn familie, niet meegemaakt. Zeg maar, dat is het enige wat wij mee hebben gemaakt wat corona gerelateerd is. Was dat mijn moeder, doordat ze niks meer kon, of mocht, zo moet ik zeggen, niks meer mocht, uiteindelijk in een verzorgingshuis terechtgekomen is. Omdat ze, zoals ik al zeg, niks meer mocht. Ze mocht niet meer gaan koersballen, ze mocht niet meer naar het zangkoor, noem maar op. Ze deed alles zelf, ze deed auto waar ik nu in rijd, was haar auto. Maar ja. Dus die was aan het vereenzamen. Wij kwamen wel daar om boodschappen te doen en om dingetjes te doen, maar op een of andere manier gaat het dan toch in het bolletje zitten. Dat is wat ik gemerkt heb van de corona. Dan zeg ik nogmaals, gelukkig. Wij hebben niemand gehad die ziek is geweest of die dus echte weken, maanden of iets dergelijks hebben het ziekenhuis hebben gelegen. Nogmaals. Ik heb ook een vriend die heeft ook corona gehad vorig jaar april, bij het ziekenhuis vorig jaar april corona gehad. Die heeft echt tot aan januari heeft hij gewoon moeite gehad om op conditie te komen. Sporten ook altijd, deed kickboksen, noem maar op. Dus dan kun je zeggen hij is gezond. Heeft het ook gehad, maar die heeft het gehad. En dat is heel heftig, dat weet ik, dat is heel heftig. Maar hij heeft corona gehad, van hem kan ik zeggen hij heeft corona gehad. Nogmaals, mijn optiek is nog steeds, op het moment dat jij ziek bent, geen smaak, bijna geen reuk, je bent een paar dagen bij goed van de kaart, temperatuurswisseling, blabla, na een week, anderhalf week, kun je weer gewoon gaan werken. In mijn optiek, nogmaals, in mijn optiek heb je griep gehad, geen corona, ongeacht of dat die test dan positief of negatief heeft uitgeslagen. Zo sta ik erin, nogmaals. Het is erg voor de mensen die het overkomen is en die het hebben gehad. Allemaal top als ze er bovenop gekomen zijn. Nogmaals, gecondoleerd voor de mensen die mensen verloren hebben. Maar we zijn daardoor wel een heel stukje vertrouwen in elkaar kwijtgeraakt. Het moment dat ik er zo over praat, word ik gezien als een wappie, bij wijze van spreken. Maar dat is ook niet zo. Ik zeg nogmaals, ik ontken niet dat er geen corona is. Alleen we doen er massaal zo gek aan mee. Dat we voor ieder snifje laten we ons maar testen. Ik zeg nogmaals, een PCR-test die niet 100% betrouwbaar is. Voorheen moest je een PCR-test doen met zo'n stokje die dan bij spreken helemaal tot achter tot bijna in je hersenpan wordt gedouwd. Want dat moest, dat was de test. Iets anders was er niet. En nu mag je in één keer met zo'n zelftestje voor in de neus. Mag je testen en die is dan ook in één keer goed. Zeg het maar. Doorontwikkeld. Waarom moet ik dan nog een PCR-test doen die dan zo bij spreken diep achter in je neus gaat? Ik snap het niet, zeg het maar. Ik snap het niet. En dat is het punt waarop ik zeg. We slaan door. Nou, dit is mijn zondagpraatje. Ik hoop dat jullie wel wat aan hebben of niks aan hebben. Laat anders wat achter even in de comment. Dan kan ik daarop reageren. Daar wil ik best op reageren. Maar houd het wel netjes, zeg ik nogmaals. Ik hou het ook netjes. Ja, ik ga ook iemand die helemaal gefocust is op dat corona, op vaccineren, op zijn ding, ja, of haar ding, lekker laten gaan. Ieder in zijn eigen dingetje laten. Dat is het beste. Ik geloof wat ik geloof. Maar ik blijf wel helder nadenken. Naar mijn optiek, ik blijf gewoon helder nadenken. Wat is het? Wat zijn de gevolgen? Wat kan ik eraan hebben?
ook als het mezelf zou overkomen, dan is het zo. Dan is het zo. Ik probeer er van alles aan te doen om, om het niet te krijgen. Ja, ik hou wel ook afstand en ook gewoon zo'n klerenkapje op. Ja, wat gewoon ook nog steeds niet bewezen is dat het überhaupt wel werkt. Ja, mensen zeggen nu van ja, het werkt. Waarom gaan bijvoorbeeld die cijfers nu naar beneden toe? Waarom? Eigenlijk een hele simpele reden. Mensen mogen weer naar buiten. Mensen die zijn binnen geweest in hun eigen bubbel, zogezegd. Weinig met de koude weer, weinig ventilatie, weinig buiten kunnen zijn. Omdat je met die avondklok staat, noem maar op. Dus mensen hebben geen, bouwen geen weerstand op. Daar komen zieken van. Ik heb ook al een keer zo'n stukje aangehaald met die mondkapjes. Het verkeerd gebruik van de mondkapjes. Ja, zo'n mondkapje 80 keer per dag even met je vingers aanpakken en dan van je gezicht aftrekken en weer terug. Nogmaals, ik doe het ook. Ja, ik gebruik hem ook niet zoals het hoort. Maar daar zitten ziektekiemen in. En die ziektekiemen ga je weer inademen. Ben jij zeg maar een beetje verkouden. Ja, je gaat in dat kapje ga je lopen sniffen. Ja, dat adem je weer opnieuw in. En voorheen was het zo, je bent verkouden, je niest naar de grond of je wat dan ook. Je doet het in een doekje en bent het kwijt. Die bacteriën die daarin zitten, die ben je kwijt. Die adem je niet weer opnieuw in. En met zo'n mondkapje adem je in. Ik vond het nog steeds typerend. Ja, er werd een verplichting gezet voor de mondkapjes. Iedereen gaat mondkapjes gebruiken en we deden de cijfers. Die gingen omhoog. Nou, mensen zijn buiten, kunnen de mondkapjes vaker afdoen, want het is natuurlijk lekker weer. Mensen gaan naar buiten en dan gaan in één keer die cijfers naar beneden. Komt niet alleen door het vaccineren. Komt echt niet alleen door het vaccineren. Heel veel mensen denken dat, zo wordt het ook wel in de media gebracht. Ja, van top, er zijn zoveel mensen gevaccineerd, dus daardoor gaat het naar beneden. Nou. Situatie bekijken, omgeving bekijken, momentum bekijken. Dat is ook belangrijk. En dan vergeten veel mensen. Nou, dit was mijn zonnepraatje. Iets langer dan normaal. Normaal gesproken zit ik rond de 5 minuten. Ik zit nu alweer ergens op de 10 minuten of zo. Geef niet. Mag ook wel een keertje. Nogmaals, heb je een reactie? Laat ik graag achter hier beneden. Vind je het een leuk praatje wat ik doe iedere zondagmorgen? Dan graag een blauw duimpje omhoog. En even abonneren op het kanaal De Stofjes. Dan zeg ik nogmaals, fijne zondag. Het is hartstikke mooi weer. Ga even lekker naar buiten. Even lekker wandelen, iets doen. Ja, goed. Dat is het. Dus ik zeg, de groetjes. Toppie. En tot de volgende week.